Ik weet het. Veel. Na een zeer verdiende zomerrust barst het culturele seizoen weer los en Moois is erbij. Wij gidsen u door een indrukwekkend aanbod van theater. Voor de rest is het alleen maar Cirque du Soleil. Beeldende kunst, dans, film, muziek en architectuur. En traditiegetrouw is er natuurlijk ook de maand september. Het Kerkjef Festival. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest laat zich inspireren door de charismatische en magistrale dirigent Valeri Kerkjef. We looked at many opportunities making the programs of this festival to find compositions not only dated 1913 or 1914 or 15 or even 18 or 20, but also describing the historical events or being very much affected by those events. And there will be a composition of Anatoly Lyadov from Apocalypsis. This work is also included in the programs. Het Rotterdamse publiek is gezegend met zijn dirigenten, want er wordt reikhalzend uitgekeken naar de komst van Kerkjef. Maar het orkest is het seizoen al lang begonnen met een spectaculaire tournee naar Spanje, Schotland en Oostenrijk. Volle zalen, stormachtig applaus, legendarische uitvoering en chef-dirigent Yannick in topvorm. Een beetje samenwerken, het houdt de zaak zo. Maar in het Nederlands. En ja. Ik ga veel foutjes maken. Okay. Het is het belangrijkste moment van het orkest. We gaan naar tournee. We moeten absoluut topconcerten geven elke dag met verschillende programma's. Life on tour is always difficult. Tour is not about having vacation, of course. Of course, it's fun and it's an added bonus. But this is not why we do it. We tour because we want to show the world how good we are. And by definition, to show this, it needs to have consistent pieces. Puertas delantera del avión, les deseamos una feliz estancia en Bilbao. Queen for you at the door at the front of the aircraft will be used to disembark. So, just the last movement, beginning. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest heeft altijd een neus voor talent gehad. Ook met Kerkjef in zijn begintijd is hetzelfde geweest. En Yannick ook aan het begin van zijn carrière op dat moment. Maar voor iedereen wel duidelijk dat zijn ster absoluut reizende was. En nu vliegt hij, net zoals het orkest, de hele wereld over. Ja, maar een tourneegevoel is toch wel speciaal. Want natuurlijk is hij groeit en hij is natuurlijk een ander persoon dan toen hij bij ons kwam. Maar een tourneegevoel dat we met z'n allen op weg zijn, met z'n allen de trots willen uitdragen, dat is toch een speciaal gevoel. Nou, je spreekt elkaar meer natuurlijk, hè? In de doelen en op het podium en zo spreek je elkaar natuurlijk vaak over dingen die noodzakelijk zijn. Over muziek of over
kun jij daar iets zachter, kun jij daar iets... Maar hier kom je ook tot andere gesprekken en je leert sommige mensen ook beter kennen waar je thuis, laten we zeggen, wat minder contact mee hebt. Et ça va bien avec lui, il est toujours avec vous. Le rose, là. Oui, non, non, mais il est bien. OK. Oh, your nose is red. Yeah. Ergens tussen Santander en San Sebastian. Fantastisch. Mooi tochtje? Is heel mooi. Het is niet alleen maar vuurwerk, want ik vond het juist, vooral bij Brahms, vond ik het zo ontzettend mooi dat hij het echt liet. Hij liet het echt gewoon zijn. En het was alsof we echt wel af en toe echt in dezelfde bubbel zaten met z'n allen. Van wederzijds vertrouwen, weet je. Hij gaf ook af en toe het gewoon zo aan en zo. En dan liet hij het meer gaan. En dat vond ik ook wel heel erg mooi gisteren. I'm actually having a wonderful time in San Sebastian for two reasons. First of all, it's a beautiful town, and I have time to practice and to walk. Second of all, I have heard Mahler 6 in a fabulous performance, and I'm going to hear the Verdi Requiem, which I'm looking forward to so much, and that's a gift for me, to be able to hear this wonderful music with these wonderful players. So that's part of being on tour. De sfeer is heel goed, mooie concerten. Gisteren Verdi Requiem. En dat vond ik heel bijzonder, met een heel mooi koor en fantastische cast aan solisten. Dat was heel bijzonder. En ja, het is lekker weer natuurlijk. Dus als je overdag tijd hebt, kun je ook nog mooie dingen zien. Ja. Ik denk dat het voor een orkest belangrijk is om je ergens anders te laten horen. En om je orkest internationaal cachet te geven op die manier. En dan zeker zulke festivals zoals deze en ook die van straks in Amberg zijn dan erg belangrijk om je daar als het ware ook te kunnen meten met de andere orkesten die daar spelen.
And the human aspect is very important. Today I was having a swim, like many people, on the beach just here. And with me in the waves, there were five musicians there. And I thought, this is so wonderful to imagine that we are in the same water and we're just exchanging life the same way we exchange music. And I think these go together. Yannick Neuzet-Seguin, die werd zojuist nog uitgeroepen tot dirigent van het jaar. En hij voerde de troepen enthousiast aan op tournee. De orkestleden die buigen zich alweer over het pittige repertoire van de festivalconcerten. En Valery Gergiev die heeft een avontuurlijk programma bedacht met betekenisvolle combinaties. En dat is hij. En die is goed. We are trying to look at the period more or less 100 years ago, where around these events of the First World War, many composers found themselves troubled or even very, very much displaced or misplaced, you know, because of the events of the war. You know, this scene is, you know, maybe nature, hills and mountains, maybe even, you know what, it used to be that the animals and the and they come close, you know. So, but not every philosopher does English horn. So it has to be a little bit light mind, I think. One. And I think in case of Ravel concerto, it's well known that Paul Wittgenstein lost in the conflicts of the First World War, his arm, and he was able to play with the left hand, and he commissioned several concertos. Among the composers writing for him were Maurice Ravel and Sergei Prokofiev. Both concertos are performed now. They are very, very different. So, interesting composition, very good item for the festival, I think. Second and first violins, molto solo, incredibly fast. Incredibly fast, and maybe to attack, but incredibly high speed. Wat mij opvalt bij Gergiev is altijd dat hij gaat zitten en het geluid van het orkest is meteen heel laag. Er komt heel veel van onder, er zit heel veel bas in het geluid en hij zorgt er ook voor, vind ik, dat iedereen heel ontspannen speelt. It sounds good, but it will be even better. Tamburino. Can I ask you, what's the Dutch way of playing this triole, technically? Are you sure? You are very elegant, you're like... What I need is... It doesn't really speak so well. I already watched, even you moved, it still doesn't change, huh? So I'm watching, but you see... Better? So use another finger. Okay, it's nine. End. Vergelijk dus heel
veel Gergiev met Janik. Dus met de oude chef en de nieuwe chef, om het zo maar te zeggen. En eigenlijk bij beide overeenkomst is dat ze dat op die momenten je denkt van ja, wat hebben we toch een leuk leven. Ja. Dat is het eigenlijk, ja, wat dat maken doe je we mee. Voor. Ja. Maar dat vind ik ook. En ook inderdaad, daar heb je die tandarts voor gestudeerd. Ja, ja. Daar heb je voor hard gestudeerd. Daar ben je 's ochtends voor 7:30 voor opgestaan elke dag. Om dit te bereiken. Nieuw Scrabblewoord. Festival locatievoorstelling. En Niemandsland, dat is een heel speciale festival locatievoorstelling. Dagboeknotities, gedichten, liedjes, geschreven door ooggetuigen en soldaten uit alle bij de Eerste Wereldoorlog betrokken landen. Dit geheel wordt versmolten tot de herinnering van één onbekende soldaat. Regisseur Serge van Veghel, die wist het Rekatse-kwartet te strikken voor dit muziektheater dat het publiek laat afdalen in de catacomben van de Doelen. Er is één acteur en dat is de onbekende soldaat. En die onbekende soldaat in die verschillende landen leek zo verschrikkelijk veel op elkaar. De verhalen die ze aan beide kanten van de fronten vertellen, die kun je zo in elkaar schuiven. En dat is ook letterlijk wat we in de voorstelling doen. Maar zijn tekst is opgebouwd uit bijvoorbeeld Franse en Duitse tekst door elkaar. Dus twee bronnen die bij elkaar zijn gekomen, maar worden verteld alsof het door hem zelf is meegemaakt. Ik ben in een grote boog om literatuur rondgelopen die over Wereldoorlog 1 ging. Maar zoveel mogelijk inderdaad boeken proberen te vinden met getuigenissen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk tijdens het lezen of het inwerken in de materie, ik ongelooflijk ontroerd ben. Ik wil zelfs zo pathetisch zijn om het toe te geven. Ik heb een paar keer echt gehuild bij sommige verschrikkelijke, schrijnende, gruwelijke getuigenissen die ik heb doorgenomen om inderdaad het werk voor te bereiden. Een loopgraaf schuin voor ons. Een lichtkogel. De kogels fluiten ons links en rechts om de oren. Shhh. Een granaat slaat in. Midden in onze groep. Godverdomme. De voorstelling heeft twee delen. Er is in feite een gedeelte waarin het verhaal van de soldaat verteld wordt. Eigenlijk hoe die vanuit het gewone burgerlijke mooie leven uiteindelijk in die oorlog verzeild raakt. En we zullen eigenlijk echo's van die oorlog zullen we vervolgens in de kelders van de Doelen doen. Dus als je hier wordt, follow him both immediately. Janita, come with me, and then you wait for a sec, just you can think with me standing here. Het is het idee dat je hier terechtkomt, dan komt er een lamp achter jullie te staan die een schaduw van jullie naar voren werpt en een soort van, nou ja, vrij scherp beeld die kant op gooit. Annemijn, je mag spelen! Go! Ja, en dus ook, nou speelt zij echt heel erg keurig toneel dingetje, maar als dat iets spannender is, dan mag het ook echt op elkaar, weet je. We beginnen met een Haydn-strijkkwartet. En Haydn is de eerste grootmeester van het kwartet. Dus hij heeft de eerste grote belangrijke kwartetten geschreven. En, maar ook in een tijd dat de burgerlijke samenleving nog zo klopte. Dus het was klassieke muziek, harmonisch, alle stemmen keurig ten opzichte van elkaar. Geweldige, harmonieuze muziek. En wat we doen in de voorstelling, langzamerhand als hij naar het front gaat en uiteindelijk richting zijn dood en de waanzin van de oorlog wordt sterker, schuiven we eigenlijk ook harmonisch en in muziekstijlen schuiven we op in de tijd. En zie je eigenlijk dat die muziek ook op een bepaalde manier ook wezenlozer wordt of andere verhalen heeft meegemaakt, dus een andere maatschappij uitdrukt. Het is bizar hoe je geest aan zulke horrortaferelen wendt. Tijdens het opruimen trap ik op een van die dode sukkels die half in de rotzooi, half in een stapel vlees begraven ligt. Een hilariteit alom. Want telkens als ik met mijn voet op zijn borst trap, wat ik dan ook hoe langer hoe meer doe, vloep, vloep, schiet zijn tong uit zijn mond. Vloep.
Now, Miaskowski, the name doesn't say very much to Dutch public, most probably. But in the history of Russian music, he played significant role as a composer, as a teacher, as a personality, as a friend, especially, notably, as a friend of Prokofiev. And by the way, Miaskowski himself was in the middle of those tragic events in the war. He was there in terrible, the battleships of, you know, what we call Russian-German war. That was especially terrifying. And thanks God he came back alive. Now there are many orchestras, public is interested in many, many things. They always want to go beyond what is known to them already. And I think festival, like our festival in Rotterdam, it's a very, very good platform to explore and to bring to life some of those wonderful compositions. Snel even naar de kassa van de doelen voor het Kerkje Festival. Maar het kan ook achter de laptop kerkjefestival.nl.